Hallo allemaal en welkom weer bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag alweer donderdag en ik heb herfstvakantie, dus ik heb eigenlijk de rest van de vakantie gewoon gewerkt aan school. En natuurlijk ook weer wat leuke dingen gedaan. Maar zoals je ziet sta ik nu in mijn atelier, want ik heb gisteren rouwwerk opgekregen voor morgen. Dus ik ben vanochtend samen met mijn moeder naar de groothandel gegaan om lekker wat verse bloemen in te kopen. En dat ga ik nu allemaal even schoonmaken en klaarmaken, zeg maar, zodat ik dat strakjes kan gaan verwerken. En dat ga ik morgenochtend ga ik dat dan bezorgen. Voor de rest ga ik ook, daar zijn we vorige week geëindigd, dat stuk afmaken op die boomstronk. En volgend weekend heb ik een workshopgroep opstaan. Dus daar ga ik nog heel even, ik heb daar ook al wat materialen voor meegenomen. Maar ik zag net dat ik wel nog een keer terug moet, want ik ben wat dingen vergeten. Oeps. Daar ga ik misschien ook nog even een voorbeeldje van maken. Maar dat kan ik ook morgen doen. Dan kan ik het een beetje verdelen. Want ik moet vandaag ook nog wat huiswerk. Dus dan kan ik een beetje iets minder leuk werk met leuk werk combineren. En morgen ook. En dit is dat leuke werk even, by the way. Dus ik ga dat nu even schoonmaken. En dan zal ik eerst nog wel even gaan lunchen. En dan ga ik lekker aan het rouwwerk beginnen. Het is nu zaterdagavond en ik ga nog heel eventjes dit lange stuk afmaken, zodat het gewoon klaar staat voor deze week. Voor de rest van vandaag ben ik eigenlijk de hele dag bezig geweest met huiswerk. Maar ik heb ook vanochtend lekker gesport, dus ik heb vandaag op zich wel een beetje rustig aan kunnen doen. Qua huiswerk is op zich nu alles klaar. Ik moet alleen morgen, denk ik, heel lang nog aan kunstgeschiedenis werken, zodat die samenvatting afkomt en zodat ik echt kan gaan leren. Want daar heb ik over 2,5 weken zoiets heb ik daar tentamen over. Dus daar moet ik wel echt nu aan gaan zitten. Dus daarom maak ik nu nog eventjes gauw die bestelling af. Ik verwacht dat ik er nog ongeveer een uurtje mee bezig ben. Dus dan zou ik rond 9 uur zoiets, kwart over 9, op de bank moeten kunnen zitten. Dus ik ga er lekker nu gauw aan beginnen. Dus dat. Oké, ik ben hier nu net bezig. Echt 10 minuten of zo. En ik denk dat er een muis of zo is. Want ik hoorde net allemaal beweging tussen de droogbloemen.
En ik zie nu, als ik hier tussen de bloemen kijk, allemaal losse dingetjes zitten. Maar ik durf niet zo goed te kijken. Ja, ik heb muizen in mijn atelier. Ik ben niet per se bang voor muizen of zo. Maar dat is wel een beetje vervelend. En ja, dit is natuurlijk wel de perfecte voedingplek voor die dieren. Dat snap ik zelf ook wel. Maar goed, ik ga eens even rustig verder werken en misschien hoor ik dadelijk nog iets. Het is vandaag zondag en mijn ouders hadden gisteravond al even wat valletjes neergezet. Maar er is nog niks ingekomen, maar ik denk dat dat natuurlijk ook komt omdat hier gewoon al die droogbloemen nog staan. Dus dan denk ik dat ze gewoon natuurlijk lekker de makkelijke weg kiezen en dan gewoon die droogbloemen pakken in plaats van de pindakaas uit te vallen. Dus wat ik nu ga doen, ik ga alles hier van de droogbloementrap ga ik op de tafel zetten. Ik zoek even alles uit, maak alles even schoon. En dan ga ik een paar van die graandingen op de trap losleggen. En dan kan ik een beetje kijken of ze weg zijn misschien. Of dat ze, ja, wat er gebeurt, zeg maar. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, hier staat nu alles weer ook klaar. Dus de bestelling voor komende week is ingepakt. En qua droogbloemen heb ik alles dus nu hier gezet. En de bloementrap is helemaal schoon. Dus ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat. Dat graan, want daar gaan ze echt vooral in. Dat neem ik even mee naar binnen. Dat zet ik even op zolder. Zodat ze, ja, dat in ieder geval geen lokmiddel meer kan zijn, zeg maar. En voor de workshop heb ik hier ook al wat dingen uitgezocht voor volgende week. Dus dat staat in principe ook bijna allemaal klaar. Ik moet alleen nog even het voorbeeld maken. Maar ik heb volgende week best wel wat meer dagen vrij. Dus dan kan ik dat mooi allemaal gaan doen. Voor nu sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal en een duimpje omhoog te doen. En dan zien jullie mij volgende week weer. Doeg!